Ik zag je net na de wedstrijd meteen naar je hart wijzen. Hoe gaat het er nu mee? Nu weer goed. Net even lastig, maar we zijn een jaartje ouder geworden de tweede helft. Ik denk de eerste helft dat het goed doen. Gewoon goede doelpunten maken, alles onder controle hebben. En de tweede helft beginnen we ook zo. Alleen dan valt hij 2-1 en dan stopt alles in elkaar. En lijkt het net zo fijn met een man minder spelen. En, dat was heel slecht van onszelf. En dan maak je het onszelf zo ontzettend moeilijk. Nee, en het enige wat we nodig hadden was die derde goal. En die grote kans kregen we ook gelijk naar rust. En als die er dan niet ingaat, dan hoeft er maar achterin iets gebeuren. Bal wordt van richting veranderd, Hidde op verkeerde been. En dan krijgen zij weer extra energie. Nou kan het inderdaad zo zijn dat zij inderdaad extra energie kregen, maar jullie hielden ook weinig rust meer aan de bal. Nee, weet je, ik snap best dat je nog heel lang over die tweede helft wil praten. Hè. Kijk, dit soort wedstrijden staat je gewoon te wachten. Je speelt die voor bijna 20.000 mensen. En NAC staat niet voor niks bovenaan, hebben de periode gewonnen. En wij hebben met de steun van die 500, 600 man, hebben wij hem er gewoon nog uitgesleept. Ja, daar moeten we goed naar kijken. Dat mag gewoon niet gebeuren, want... als je de kansen nog ziet, dan kun je natuurlijk nog gewoon gelijk spelen. En, dat mag natuurlijk niet gebeuren. Ik vind het prima dat we steeds naar die ranglijsten kijken. Voor ons is het gewoon ontzettend belangrijk om bij te blijven. Wij willen graag vanuit een bepaalde positie iets opbouwen. Waardoor we wat betrouwbaarder worden, wat sterker worden nog. Alleen we hebben daarin iets te veel gelijk gespeeld de laatste tijd. Daar malen we allemaal de stekker van. Je komt wel weer terug bovenin bij de rest, zullen we zeggen. Je hebt de schade van de afgelopen weken weer een beetje ingehaald. Ja, klopt. Dat is natuurlijk ook weer de andere kant van vandaag. Het is natuurlijk een hartstikke lastige uitwedstrijd en die hebben we wel gewonnen. En nu hadden we wel de aansluiting bij Cambuur en als we deze hadden verloren waren we even afgehaakt. Jawel, maar het liefst sta ik zelfs ook gewoon op kop hoor. Dan zijn wij de prooi waarop gejaagd wordt. En dan hebben we ook 7 wedstrijden fantastisch gedaan. Maar neem niet weg dat we donders goed weten waar we mee bezig zijn. Iedereen werkt er keihard voor. We zijn nog ongeslagen en hier dan weer in het hol van de leeuw. Bij de periodewinnaar dan op deze manier winnen met een voortreffelijke eerste helft. Want bij mij is het glas altijd half vol. Hebben we weer iets om op voor te borduren.